De Overman presenteert Lanseloed en het hert met de witte voet Op een dag verschijnt een schone dame met een wit hondje aan het hof van koning Arthur. Zij vertelt dat er een jonkvrouw is die wil trouwen met degene die haar de witte voet van een bijzonder hert bezorgt. De kweeste is gevaarlijk. Het hert bevindt zich in een gevaarlijk bos en wordt bewaakt door bloeddorstige leeuwen. Hofmarschalkaien stelt zich beschikbaar en krijgt de witte hond als gids. Hij is echter te laf om een rivier over te zwemmen en keert beschaamd terug naar het kasteel met het slappe excuus dat hij zich niet lekker voelde. Lanselot durft het wel aan. Hij rijdt naar het bos, doodt zeven bloeddorstige leeuwen en de witte hond doodt het hert. Lanselot is echter zwaar gewond geraakt. Gelukkig passeert er net op tijd een ridder en Lanselot vraagt de vreemdeling of hij de witte voet kan bezorgen aan koning Arthur. De valse ridder velt Lanselot echter met zijn zwaard. Stilte de witte voet en gaat naar de koning om met de jonkvrouw te trouwen. De koning vertrouwt het niet en stelt voor dat de bruiloft over twee weken plaatsvindt. Dit bevalt de ridder niet, maar hij heeft weinig keus. Ondertussen maakt Waderwijn zich zorgen over Lanseloed. Hij gaat naar het bos en ziet zijn vriend bebloed op de grond liggen. Waderwijn brengt Lanseloed naar een arts en stelt iedereen op de hoogte. Twee weken verstrijken en de bruiloftsdag is aangebroken. Vlak voordat de jonkvrouw haar woord geeft, stapt Walewijn naar voren en daagt de valse ridder uit tot een duel. Walewijn doodt zijn tegenstander en haalt Lanselot de volgende dag op van de arts. Lanselot vertelt de jonkvrouw dat hij niet met haar kan trouwen. Geen probleem. Zij vieren twee dagen feest en iedereen is blij. Einde. Wees dit boek als je geïnteresseerd bent in... Herten. Valse ridders en afgewezen jongvrouwen.